Good morning. Bitcoin leek laatst uit te breken met een mooie bullish beweging met veel volume, maar is daarna heel snel weer zuidwaarts gegaan. In deze video gaan we gewoon kijken naar Bitcoin. Wat zijn de bearish price targets die in het vat zitten? Maar ook naar wat bullish analyses van andere analisten die ik gevonden heb ook op Twitter. Kortom, interessante video omtrent Bitcoin en daarmee natuurlijk de rest van de crypto-markt. Dus wil je up-to-date blijven? Bekijk deze video even af. Hey Topper, tof dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Corné. En voor als je nieuw bent op dit kanaal, allereerst natuurlijk welkom op dit kanaal. Ik deel hier alles omtrent Cryptocurrencies, NFTs, web 3.0 gerelateerde zaken. Dus mocht je dat nou interessant vinden, zou ik het heel erg waarderen als je even op die rode abonneerknop onder deze video zou wil willen klikken. Like de video even. En deel hem even met de vrienden en familie. Ben ik je heel erg dankbaar voor. Goed, afgelopen dagen behoorlijk ziek geweest, goede voedselvergifting. Ik uh, ben nog niet helemaal 100%, maar wel genoeg om weer lekker video's te gaan maken en weer wat te gaan doen achter de pc. Dus bij deze gelijk. Een update-video zo op de vroege morgen voor jullie, dus nogmaals als je dat waardeert, geef het er even een like aan. We gaan kijken naar Bitcoin uh, en dus naar wat uh, analyses op Twitter. Goed, uh, wat je kan zien, sowieso op de Bitcoin-chart: de vier uur heb ik er eigenlijk bijna altijd bij. Je zag die mooie uh, parallel channel opvormen, dus we bewogen in een channel. Binnen dat channel gebeurde het een en ander, zoals je hier ook kon zien: die falling wedge. Nou, falling wedge is vaak een um, een patroon dat uitbrengt naar de bovenkant en je, ziet, je zag ook dat we die uh, mooie breakout hebben gehad. Dus we kwamen hier terug op support van dit channel. We kwamen met veel volume, zoals je hier kon zien, omhoog en we schoten uit het patroon. Nou, veel mensen gelijk een trade geplaatst. Die zijn niet zo blij geweest, denk ik, want je ziet dat we nog teruggekomen zijn. Ook al hadden we de retest al gehad, dus we kwamen hier uit. De retest is hier geweest. Had een mooi instapmoment geweest hier. Uh, Nogmaals, het trade, trade is niet perfect. Dat hoor je maar altijd roepen. Um, en vervolgens zie je dat hij daarna weer naar beneden geschoten is. Dus hij is in één keer door de support van deze uh, Falling Wedge geschoten. Dus wat eerst resistance was. Hij is door de support van die, uh, van die channel geschoten. En dan had je natuurlijk hier ook nog de support van het channel waar hij ook doorheen is geschoten. En je ziet dus dat er die. Ontzettend harde fake-out die hebben we hebben gehad. Naar nou, onder zijn uitgebroken. De retest aan de onderkant hebben gemaakt. Dus van die support resistance. En daarna zijn we naar beneden uh, verder gaan uitbreken. Dus dat is eigenlijk wat je tot nu toe gezien hebt. Nou goed, dan hadden we nog een mooie resistance zitten op die 35.000 dollar. Die ik graag gehouden had zien worden. Um, hoe heb je die gemaakt? Nou, simpelweg kijken naar eerdere prijsactie. Je ziet dat er veel support is. Elke keer als we daarin dippen, schoten we daar weer uit. Hier hadden we weer hetzelfde. Uh, en we hebben het. Dit level niet zo heel vaak getest nog de afgelopen tijd. Dus je had kunnen verwachten dat we daar enige vorm van support zouden kunnen vinden. Misschien een beweging omhoog. Om weer vervolgens door te breken naar beneden. Maar dat gebeurde niet. Uh, geen enkel bullish momentum gehad. Dus we zijn hier eigenlijk wat zijwaarts gaan treden. Direct er weer doorheen geschoten. Die retest gehad. En we zijn weer doorgegaan naar beneden. Perfecte bearish uh, structuur tot zover. Dus dan ga je kijken naar wat is het volgende level waar we eventueel support kunnen vinden. Die komt in op 32.700 ongeveer. En zijn we nou op weg? Ik weet vrij zeker dat we die gaan zien. Je ziet hier namelijk dat we er doorheen gebroken zijn. We hebben die uitbraak bevestigd en we zijn nu onderweg naar de volgende support. Kijken of we hier gaan houden. Krijgen we hier een mooie bullish candle of iets dergelijks met wat volume erbij. Zou eventueel een long trade kunnen openen. Naar in ieder geval volgende resistance hier. Dus een kleine trade kunnen maken. Maar ik zou je wel mee willen geven: wees voorzichtig in deze tijden met traden. De volatiliteit is ontzettend hoog. Wat je waarschijnlijk gaat zien is dat we dan een beweging omhoog krijgen. Nou, misschien zelfs naar de volgende, volgende resistance. Die zit nou hier ongeveer. Vervolgens naar beneden breken we er doorheen. Krijgen we weer die retest. En dan zien we het volgende support level weer terug. En dat volgende support level is. Even uitzoomen, misschien even naar de daily om het wat makkelijker te laten zien. Je hebt dus het level dat we, waar we bijna zijn, 32.700. En daarna hebben we eigenlijk een grote range waar we telkens indipten, vooral in de periode in mei vorig jaar. Uh, dat is deze hele periode waar we veel ingedipt waren, waar iedereen bearish was. ziet ook higher, uh, lower highs elke keer en lower lows de inkomen. En daarna zijn we uiteindelijk met grote beweging uitgebroken naar boven. Dus wat je ziet is dat we nu richting dat level waar we aan het bewegen zijn. Op naar mijn idee is het niet per se super slecht, omdat je elke keer ziet. Heb ik al eerder in video's gezet Op het moment dat we in dat gebied kwamen, dus uh, dit gebied ook. Even kijken of we hem door kunnen trekken. Ja, zeker. Op het moment dat we daar dus in kwamen, we braken hier door december 2020. We dipten die hier weer in januari 2021. Daarna kregen we die massive run omhoog. Hier hebben we dit weer. We hebben die enorme sell-off gehad. We hadden wat bearish uh, uh, prijsactie hier. We zijn er ingedipt hier op dit moment. En daarna schoten we er weer ontzettend hard vanaf. En hebben die hele grote boer omhoog gehad. Naar de nieuwe -time High van bijna 70.000 dollar. Nu zijn we daar weer naartoe op weg. Dus je ziet dat we weer aan het bewegen zijn. We zijn naar beneden. We hebben die, uh, nou ja, dit was een vrij bullish structuur. We zijn hier naar beneden aan het gaan. Hij is niet per se bearish, nu nog. Um, de hele structuur samen. Maar als we hier, op het moment dat we hierin dippen wel. En dan zou je waarschijnlijk zien dat we hier, of dan hoop ik te zien dat we hier weer een mooie beweging van af gaan krijgen. Uh, ik denk echt niet dat we dit level breken. Waarom? Dit level is gewoon een level waar, je, waar in dit um, afgelopen jaren, Elon Musk, Micro Strategy. Al, al die grote instituten die hier op deze levels hebben ingekocht, telkens. En ik las laatst ook een artikel op. Ik geloof dat het Crypto Insiders was, uh, waar stond dat, of Twitter misschien zelfs, dat MicroStrategy een uh, margin call kon krijgen op het moment dat we voorbij die levels zakken. Nou, op het moment dat het bedrijf zo'n margin call krijgt, dat laat ze natuurlijk niet gebeuren. Wat, willen, wat gaan ze dan doen? Vaak bijkopen of iets dergelijks. En dan zal je zien dat als ze zulke grote amounts bijkopen, dat de prijs dan daar ook weer natuurlijk op gaat reageren. Maar voor veel grote partijen is het cruciaal dat dit de bodem blijft, in ieder geval. Dus ik denk dat we, dat, uh, dat we dit level van 29.000 tot 31.000 niet. Gaan breken, maar dat we daar een mooie beweging van af gaan krijgen. Mochten we in dit level komen, denk ik dat er hele mooie koopmogelijkheden zijn om hier eens te gaan kijken. Uh, sowieso voor Bitcoin en misschien daarnaast ook altcoins. Onthoud, het is geen financieel advies. Het is dus in ieder geval wat ik zelf ga doen. Je ziet veel op Twitter uh, reacties met 22.000 dollar. Ik denk zelf dus niet zo snel dat we daar naartoe gaan. Uh, 22.000 dollar zit... Kijken... Hier... Ja, het is een support level mochten we daar ooit in de buurt komen. Ik denk nog, nogmaals niet dat we dit gaan breken. Ik denk dat we vervolgens hierin gaan dippen en hier weer vanaf gaan schieten. Nou, kijkend naar de Crypto Fearing Greed Index zitten ook weer op een... Nou, bijna een all-time low. 10 is vaak het laagste. Even kijken, hier 10 zie je. Wat hebben we hier? Ook 10. 10 is eigenlijk bijna altijd het laagste punt geweest de afgelopen uh, twee jaar. Um, dus dit roept... Wellicht voor mooie instapmomenten. Dat is het enige wat ik erover ga zeggen. Dan bullish scenario's, want die zijn er ook op Twitter. Clean Wave 4 Running Triangle voor Bitcoin. Je ziet hier een voorbeeld van een Running Triangle. Uh, ik zal mezelf even weghalen, dan zie je wat de uitkomst ervan is. Een beweging omhoog. En je ziet hier die Running Triangle beginnen. En dit is op de daily Bitcoin US dollar. Je ziet hier die mooie waves die erover zijn gelegd. Um, van hier heb je die A wave, C, even kijken hoor, A, B, C, D, E waves heb je hier zitten. Die running triangle en vervolgens is het de bedoeling dat die uitbreekt naar boven. Met het prijs hier ligt die geloof ik rond de 33.000, 34 34.000 dollar. Nou ja, daar zitten we nu precies op. Dus het zou nu het moment zijn waar we ergens die ommekeer zouden moeten krijgen volgens deze chart. Ziet er op zich goed uit. Uh, je ziet natuurlijk heel vaak iedereen heeft andere kijk op. Iedereen zoekt en vindt andere mogelijkheden en charts erbij. Ik hoop natuurlijk dat dit uit gaat spelen. Want dit is een mooi bullish scenario. Dan heb je nog een andere uh, positief nieuwtje. Of nieuwtje in ieder geval data. Uh, is dat er eigenlijk nu... Massively, dus heel veel mensen zijn nu aan het accumuleren. En vooral grote partijen, je ziet hier een enorme spike omhoog. Oh, die moet ik niet weghalen, ik moet hem zelf weghalen. Je ziet hier een enorme spike omhoog van wallets, um, hier, whales massively increasing their positions. Dus die zijn ontzettend veel Bitcoin nu aan het komen, kopen. Number of address, addresses with balances uh, groter dan 10k Bitcoin. En je ziet dus dat die enorm aan het spijken is nu. Dus. Uh, de bodem lijkt bijna in. We zijn op support levels aan het komen. Belangrijke jaarlijkse support levels die uh, in aan het komen zijn. Er zijn wheels die blijven massaal kopen. En er zijn wat charts die zeggen dat er een mooie bullish beweging of momentum aan zit te komen. Dus hoewel de chart misschien heel erg bearish lijkt. Denk ik dat er best wel een mooi bullish momentum aan kan komen. Het is gewoon spannend kijkend wat we nu gaan doen. Gaan we die support levels houden? Komen bepaalde charts uit die die analisten gemaakt hebben? Uh, zo ja, dan zien we waarschijnlijk een hele mooie uh, bull run straks. Komende zomer. Maar goed, houden we die levels niet? Gaan we, dan gaan we wel die 22.000 opzoeken. Want dan, dan zijn dat gewoon de levels die heel snel in gaan komen. Op het moment dat we deze dus niet houden. Dus die 29.000 echt als allerlaagste low. Dan gaan we ook heel snel die andere levels natuurlijk terugzien. En dat bieden wel unieke koopmogelijkheden. En ik weet, en ik hoor natuurlijk vaak van jullie. Um, ik heb geen geld meer om de dip te kopen. Goed, probeer het een beetje. Uit te smeren om meerdere momenten te kunnen kopen. Zeker op dat soort momenten of ergens geld vrij te maken. Die zijn gewoon uniek. En die zul je niet heel vaak terug gaan zien. Qua training wise, zorg gewoon dat je niet met leverage of met futures in deze markten gaat traden. Omdat er zoveel volatiliteit is. Het is gewoon echt heel lastig om hier goed op die manier in te traden. Wil je wel trade, trades plaatsen, doe dat gewoon op spot. En doe jezelf dus niet uh, overexposen door Leverage te gaan gebruiken. Goed, dit was, deze. Dit was voor nu mijn video. Ik hoop dat je er veel aan gehad hebt. Like hem even als dat zo is. Deel hem even met vrienden en familie. En praat een reactie onder deze video. Uh, zou ik heel erg waarderen. Ik wil je bedanken voor het kijken. En hopelijk zie ik je ook weer terug in de volgende. Bye -bye.